Hallo allemaal, welkom terug op NoNoSense met de Renegade Challenge. Nou, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Nou, ik ben nog even de laatste bomen aan het opruimen. Die hebben we natuurlijk de vorige gekapt. De meeste had ik al weggesleept, maar er liggen hier nog vier. Nou ja, dit zijn er twee en er liggen er nog twee. Dus dat ga ik eerst even doen. En wat we vervolgens gaan doen... Nou, ik zag het mais was klaar om te hakselen. Dus ik denk dat dat een mooie klus is om vandaag in ieder geval een begin mee te maken. Ik weet niet of we alle velden er al af kunnen hakselen. Maar als het eerste er maar af is, ik heb er een paar mooie hakselaars in staan. Dus dat is super. Zo. En verder wil ik eigenlijk eventjes de velden waar nu gerst in heeft gestaan, daar mag natuurlijk niet weer gerst in. Dus daar moet in het voorjaar wat anders in gezaaid worden. Maar ja, om ze nu gewoon kaal de winter door te laten gaan. Ik dacht, weet je wat, ik zaai er nu gras in. Dan kunnen we het volgend voorjaar nog één keer maaien. En dan ploegen we het dan weer eronder. En dan zetten we er dan een voorjaarsgewas in. En dan hebben we er nog een keer extra winst uit. Dus ik ruim de laatste stammetjes op. En dan zie ik jullie bij de winkel om een hakselaar te huren. En nog een goede trailer erbij natuurlijk. Dus ik zou zeggen, tot zo. Nou, voordat we aan de slag kunnen met het maïzen, zag ik eerst nog wat andere kleine klusjes die moeten gebeuren. Zo hebben de kassen wat water nodig. Nou, deze zit vol. Even weer wat erbij. En dan hebben we bij de zwarte schapen staat ook heel veel melk. Ik zit er trouwens nog steeds aan te twijfelen of de schapen weg te doen of de kippen weg te doen en dan in te ruilen voor vleeskoeien. Die hoef je ook alleen maar hooi te geven en dan levert dat toch best wel wat op. Dus dat leek me wel mooi om te proberen. Oh, die heeft geen ruimte meer voor water. Misschien is dat een idee. Misschien kunnen jullie me daarbij helpen. Om een van de twee erbij in te ruilen. Kijk, als we de kippen inruilen is natuurlijk wel makkelijk. Want dan hebben we alleen nog maar gras nodig als voer voor de dieren. En het is makkelijk verkopen. Want het kan gewoon met zo'n tankje. Kan je, oh nee, vleeskoeien hebben sowieso geen... Maar stel, we hebben ook melkkoeien. Dan kunnen we met een tankje alles verkopen. Dus ja, misschien kunnen jullie me daarbij helpen. Of laten we het zo. Houden we de kippen en de schapen. En doen we geen koeien. Ik ben wel benieuwd. Nou, gaan we nog eventjes wat van die schapenmelk verkopen. Want anders geven ze straks geen melk meer. Dat moeten we ook niet hebben. Volgens mij stond dat tankje nog bij het schapenhok. Dan zetten we nog even de Nieuw-Holland. Hier op het veld zaaien met gras. Dan loopt dat ook en dan gaan wij richting de winkel voor een hakselaar en een goede trailer erbij. Dan kunnen we los met het grote maïsproject. Dan moeten we natuurlijk ook nog eventjes een kuilvoersilo neerzetten. Ja, we kunnen ook een go-well huren en dan pakjes maken, maar ik vind het ook wel leuk om weer een keer een silo vol te gooien. Ik heb er een hele mooie ingezet, niet te duur. Maar was het iets van 30.000. En we moeten ook niet te veel geld uitgeven, want ja, we moeten de volgende maand, nou kunnen we daar nog twee nachtjes over slapen. Maar dan moeten we toch echt 50.000 euro af gaan lossen. Nou ja, en daarnaast zitten we in jaar 4. Dan hebben we nog 1 jaar speling, dus jaar 5 mogen we dan nog helemaal op deze manier lenen. Maar na jaar 5, ja, dan moeten we de lening ook om gaan zetten natuurlijk. In een in-game lening, ja, en dan gaat het geld kosten. Ja, dan is het toch minder grappig. Dus dan moeten we eigenlijk zorgen dat we mooie klappen maken. Dat we eigenlijk een groot deel van die lening volgend jaar in één keer af kunnen lossen. Dat dat geen geld meer kost. En dan kunnen we dan geld gaan sparen. Want ja, de uitdaging is natuurlijk geen leningen meer en 2 miljoen op de bank. Geen leningen, geen veldlease, geen gehuurde machines. Dus dat is nog wel even een uitdaging. Maar ik hoop dat we met die populieren een mooie smak geld maken. Maar ik denk dat we met vleeskoeien ook wel een mooie smak geld kunnen maken. Zo, dit even verkopen. Nou, dat is in principe genoeg. Bewaren we de rest. De eitjes stapelen hier ook al mooi op. Daar hebben we straks ook een bult van om te verkopen. Volgens mij november moet dat. Dat gaat super. Hier kunnen we nog een veldje maken.
Ja, we hebben genoeg werk te doen, maar we gaan vandaag focussen op de mais. Gaan we ook even die rare strookjes tussen het suikerbietenveld uithalen. Kijk, we kunnen gilijk wel even zo'n kuilversilo neerzetten. Silo's en dan... Kijk, deze. Ik denk dat is wel, zijn wat, ja, is wel een mooi formaat. Niet te duur, 25.000. Nou, ik denk zet ik hier neer. Hier zo, en dan kunnen we later altijd nog eentje zo erbij zetten. Maar dat is voor nu denk ik niet nodig, en anders kan het straks altijd nog. Maar dit is wel een heel groot ding. Dus dat wordt hem sowieso niet. Nou, breng even dat tankje ruim even op. En dan zie ik jullie bij de winkel. Nou kijk, ik heb deze hakselaars erin gezet. Deze is voor die maisvelden misschien wat te klein, maar ik dacht dit is misschien nog wel een leuk dingetje om straks te gaan gebruiken bij die populieren. Want die bek is even breed en dan rijden we niks kapot. En die andere hakselaars die zijn vaak alweer wat te breed. Deze twijfelgevalletje. Maar ik denk dat die ook al snel te breed is. Maar die kunnen we vandaag wel goed gebruiken. Of misschien net een slagje groter. Gaat net weer wat sneller. Even kijken wat dit kost aan huur. 7000. Ik had eigenlijk een berekening gemaakt op deze. 6000, ja. Hier hoeft verder niks bij. Global position. Wat maakt dat duurder? Laten we dat wel gebruiken. Dus dan kunnen we die huren. Hebben we natuurlijk een bek erbij nodig. Dus deze. Is niet een hele brede bek. Maar goed, we moeten het er maar even mee doen. Ja. Top. Dat kon er niet in, die keulvoer toevoeging. Dan hebben we nog een trailer nodig natuurlijk. Die waagt erin. En dan denk ik... 41.000. Dit vind ik ook wel een mooie, maar die is al 50.000. Wat kost die om te huren? Dat valt op zich wel mee. Dit is op zich wel een mooi bakje. Dit is wel een mooi trailer om een keer te gebruiken, denk ik. Geen koppelopties, dit is allemaal prima. Huren. Ja. Nou. Dan hebben we onze combinatie staan. Nou, we moeten eerst maar eventjes de trailer achter die combine koppelen. Voordat we de kop, zodat we de kopakkers even kunnen doen. En dan zetten we daarna de helper erop. En dan pakken we dan de venten weer bij. Ik denk dat dat wel een goed plan is. Ik hoop dat hij het er allemaal vooruit trekt. Ja, het zijn natuurlijk niet de allersterkste machines op die oudjes. Maar we gaan het gewoon proberen. En dan kunnen we eindelijk mais hakselen, jongens. Dat is echt wel super. Ik heb er op zich... Ik ben benieuwd hoeveel, hoeveel we eraf kunnen hakselen. Ik hoop dat het een beetje werkt. De pijp is misschien een beetje kort, maar... Dit moet werken. Dan kunnen we eigenlijk hier gelijk al bovenaan beginnen. Kappen we de bek uit. Dan doen we eerst even een koppakker zo. En dan pakken we de vent erbij. En dan zetten we een helper op de combine. Maar ja, dit werkt op zich ook denk ik wel. We kunnen het ook gewoon zo doen. Dus even aftasten. Aanzetten. Oh ja, we hebben natuurlijk... GPS, laten we die dan ook gebruiken. 90 graden. Ik wil de lijntjes wel graag zien. Ja, hartstikke mooi. Nou, en dan zeg ik... hakselen maar. Ja, het is niet een hele brede werkbreedte, maar we doen het er maar mee. Even kijken hoe snel dit vol gaat. De graphics. Oh, hier zit nog een stronk in. Ik zou zeggen, de graphics zijn wel goed, want je ziet het er wel. Je ziet het er wel in gaan. Zo dan. Onthouden dat daar nog een stronkje zit, die moeten we dan ook de zijne tijd nog een keer wegfrezen. Dit gaat volgens mij hartstikke mooi.
ga gewoon... overal een mooi kophakketje. Nou ja, maar hier kunnen we eigenlijk gelijk wel rechtdoor. Theoretisch zou aan deze kant niet eens een kophakker nodig zijn, denk ik. Maar we gaan gewoon zo op en neer. Het scheelt, staat toch allemaal hetzelfde in, dus we hakselen dat er mooi af. Dit is wel een mooie combi zo. Nou, dan zit eerst de 32% er alweer in. En je ziet op de kaart een mooie donkergroene kleur, dus dat betekent dat het perfect bemest is. Wat een topopbrengst. Dat is natuurlijk wel fijn. We gaan mooi één baan rechtdoor. Nou, ik ben benieuwd of we het einde van deze baan wel halen, dat hij niet al vol is. Oh, ik denk dat dat wel goed komt. Voor de helft vol. Nou, we hoeven nog één veld qua lengte. Dat gaan we vast opredden. Ah, er komt mooi wat af. Dat is super. Dat zeg ik, we zijn hier wel even mee bezig. Dat is niet in één dag klaar. Dat verwacht ik niet. Tussendoor moeten we de helper nog wat in de gaten houden. Die is aan het gras zaaien al, dus dat loopt ook. Ja, misschien moeten we wel naar schaalvergroting toe, hoor. Zorgen dat we wat grotere machines krijgen. Ja, gewoon een keer terug. Gaan we eens even de rest van de kapakjes doen. Ik zet even de radio aan. Gaan we eens even lekker verder met hakselen.
Oh, de laatste loodjes voor dit veld. Dan is het eerste veld maar is eraf. Oh, ik ben niet ontevreden wat eraf komt. Ik denk dat het silootje van deze drie velden mooi vol gaat zijn. En nou mogen we natuurlijk mais 2 jaar achter elkaar doen. Dus we kunnen hier volgend jaar weer mais doen. En dus hier nu ook gras in gaan zaaien. En dan maaien, ploegen en dan volgend jaar weer mais. We kunnen er ook voor kiezen voor 1 of 2 velden in te zaaien met gerst. Dan hebben we voor de kippen weer genoeg. Maar dat is ook een beetje afhankelijk natuurlijk. Gaan we de kippen behouden? Of gaan we ze op den duur inruilen voor de koeien? Daar moeten we eerst even een keuze in maken. Ja, anders kunnen we er beter gewoon weer mais in doen, want er komt een mooie opbrengst vanaf. Nou, het laatste strookje en dan is het veld helemaal klaar. Ja, en ik zou natuurlijk de pentrekker pakken en ernaast gaan rijden. Maar ja, het is eigenlijk veel leuker om het zelf te doen. Dus ik denk, ik ga lekker op deze manier zo door. En dat werkt eigenlijk net zo goed. Ja, als de bult straks groter wordt, dan weet ik niet of het nog werkt. Maar voor nu werkt het prima. Nou, mis ik net 1 klein stukje. Nou, die pakken we even mee. Dan gooien we dit in de silo en dan ben ik benieuwd hoeveel liter er al in de silo zit. En dan gaan we gelijk even bij de helper kijken, want die zal denk ik wel klaar zijn met zijn eerste veld. Dan kunnen we die ook vast op het volgende veld zetten met gras. Kijk, en dan kunnen we in het voorjaar nog een flinke oogst met gras omzetten tot kuilvoer. Ja, of dat hooi natuurlijk, kan ook. Dan hebben we de rest van het jaar genoeg hooi voor de schapen. En eventueel de koeien. Ah ja, daar zit ik nog echt even. Ik ben daar nog niet over uit. Dus als jullie me daarbij willen helpen, dan heel graag. Nou, dan gaan we eens even kijken. Gooien we dit er even bij in. Nu toe gaat het prima. Ik heb er ook niks achter geknoeid volgens mij. Nee. Nou, je hebt nog wel eens van die silo's met van dat doorgeefbeton. Dan gaan we eens even kijken. Hoeveel liter zit erin? 272.000 liter. Dus dat is hartstikke mooi. Nou, dat keer sowieso keer 3. Dan hebben we daar een mooie opbrengst van, denk ik. Nou, we gaan eerst eventjes bij die helper kijken. Deze kan even uit. En nu kan ook wel uit. Gaan we eerst even bij die helper kijken. En dan zetten we die even op het volgende veld. En dan gaan we nog even verder met nog een maïsveld. Ja, dan gaan we... Gaan we het niet opredden om alles in deze video nog te doen, want we zijn al een mooie tijd bezig. Maar dat geeft niks, dan gaan we de volgende video gewoon weer lekker verder. Eerst even bij die helper kijken. Nou, als ik dit zo zie... Dan heeft hij het mooi ingezaaid. Moet nog wel even een keer mest hebben. pH-waarde is goed, dat klopt, want we hadden de kalk opgestrooid, dus dat klopt wel. En dan hoop ik dat het hier straks goed gaat bij die bomen. Misschien moeten we even een koppakketje zelf doen. Ik denk wel dat het goed gaat, maar laten we even een koppakketje doen. Dan heeft hij daar geen last van. Oh, en dan hebben we wel 1 stukje overgeslagen. Doen we die straks ook nog even zelf. En dan kan dit maar gaan groeien. Hier ligt ook nog een boomstammetje. En we moeten deze stronken ook nodig wegvrezen. Daar moeten we echt even mee aan de slag. Ja, of zullen we hier in de toekomst 1 groot veld van maken? Kijk, misschien moeten we naar schaalvergroting toe. Dat kan natuurlijk. Even kijken. Stel, we maken hier 1 groot veld van. Ja, en in de toekomst misschien hier 1 groot veld. We laten dit eerst nog staan, want hier staat suikerriet. Maken we hier zeg maar 1 groot veld van, deze. Dan hebben we even iets minder velden, want we hebben best wel... Ja, op zich voor de afwisseling is leuk. Maar als we nou naar iets grotere machines toewerken, dan kunnen de veldjes ook iets groter worden. We hoeven ook niet de hele velden van volledige vakken zoals we hier hebben gedaan. Dat hoeft dan ook weer niet. Maar iets groter is misschien wel een goede volgende stap. Maar laten we eerst even een keuze maken... Gaan we naar koeien toe? Ja of nee? En zo ja, welke van de 2 diersoorten leveren we daarop in? Dat zou een goede stap zijn.
Ik ben benieuwd hoe het hier gaat bij die boom. Net hoe het uitkomt, denk ik. Ja, met een koplaker scheelt het sowieso al. Een grotere saaimachine dan zijn de tijd is ook wel lekker, hoor. Ja, deze heeft ons op zich goed geholpen, maar... met het aantal velden wat we hebben, wordt het wat krap. Nou, ik heb de koplakertjes gemaakt. Helper erop gezet, maar ik ben even benieuwd of dit nu goed gaat hier met die boom. Ik ben er een beetje bang voor, dus we gaan het zien. Ik hoop dat hij ze detecteert, maar... omdat het iets is wat plat op de grond ligt, vraag ik het mij af. Nou, daar komt hij. Wat gaat hij doen? Nou, volgens mij gaat het goed. Ja, dit gaat super. Nou, gaan wij snel weer terug naar die hakselaar, want ja, hoe minder lang we hem hebben, hoe beter het is. Nou ja, we hebben hem sowieso deze dag en de volgende dag nog nodig. Dus het gaat sowieso extra geld kosten. Maar toch, hoe minder uren, hoe beter het is. Even de GPS bijstellen. Dit moet er wat zijn. Nou, sla ik net weer een hoekje over. Beetje jammer weer. En dan gaan we hier lekker mee verder. Ah, ik vind dit wel een mooie combinatie zo. Werkt prima. Die hakselaar die doet ook zijn best. Dat is top. Misschien moet ik aan die kant nog even een koppakketje maken. Anders kunnen we vast de draai niet krijgen, ben ik bang. Dit veldje nog even. Nou. Zit de dag er ook al bijna weer op. Misschien gaat dit zo ook nog wel trouwens. Dit zo zie, heb ik er genoeg ruimte tussen gelaten. Dan weer op dezelfde manier als met dat andere veld. Gaan we er hier half weer tussendoor. Ik ga net te ver, maar... ja, dat gaat vast goed komen. Maar hier zit ik wel aardig in het midden. Dit altijd wel handig op deze manier te oosten. Dan hoef je niet zo scherp te draaien. Dan kun je gewoon mooie rondes maken. Of ja, een soort van achtjes maken. Dan schuif je ook een stukje op. Oh, en dan zit hij alweer voor 80% vol. Dan kunnen we hem al bijna weer legen. Maar een stukje van deze baan. Komen we niet eens op de helft, denk ik. Komt echt genoeg af. Dat is wel super. Gaat ons straks een mooi smak geld opleveren, denk ik. Nou, dan zit hij alweer vol. Uitzetten, inklappen en de kar weer leegbrengen. Nou, en volgens mij, hij heeft ook geen moeite mee om die trailer vooruit te trekken. Ook de heuvel op niet. Dus dat is een fijne hakselaar om mee te werken. Top dingetje. Ja, ik had hier een paardje tussendoor. Tenminste, nu wel. Als alles begroeid is, dan wordt het wat lastiger. Maar dan kan ik hier mooi even tussendoor sneaken. Zo is het maar weer een drukke dag op de boerderij. Dat geeft niks. Beter te veel te doen. Dat je de hele dag op je reet zit niks te doen en te vervelen. Dat schiet ook niet op natuurlijk. Moeten we het hier nog wel eens een klein beetje aankleden, want ik moet nu ook weer gewoon door het gras heen rijden. Maar dat werkt echt wel mooi zo. Ik denk dat ik dat veld nog wel eventjes afmaak buiten de opnames om. Dan gaan we de volgende keer gewoon weer verder. Dan hebben we nog twee velden te doen. Twee? Jazeker. En die. Nee, daar staat wat anders in. Nou, zeg maar, sowieso nog één veld. Nu kom ik er niet meer op. Hartstikke mooi. Ik kan die saai nog even doorgaan. En dan kunnen we de volgende keer die andere twee velden inzaaien met gras waar Gerst in heeft gezeten. Laatste beetje meister afhakselen. Maar dit gaat hartstikke mooi. En ik
gooi het bij zulke silo's altijd zo ver mogelijk naar achteren. Als je er elke keer weer overheen rijdt, ja, dan gaat het er allemaal naast. Dat is echt heel irritant. Nou, dan maak ik dit veld nog eventjes af. En dan gaan we de volgende keer weer lekker verder. Dan wil ik je voor nu hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het een leuke video vond. Met maishakselen deel 1 doen we de volgende keer deel 2. Daar dan lekker mee verder. Bevalt me wel. Ik haksel niet heel vaak. Zo haksel je nooit en zo haksel je ineens heel vaak. Nee, super. Dus nogmaals, wil ik jullie bedanken voor het kijken. Als je het een leuke video vinden, druk dan even die duim erop. Zou ik erg waarderen. En wil je helemaal niks missen, abonneer dan. Vergeet niet op het belletje aan te klikken. Want dan mis je helemaal niks meer. Wil ik je nogmaals bedanken. En dan zie ik je graag bij de volgende video weer terug. Tot ziens.